Ondanks de druk die er alweer een tijd op PSV ligt, toonden de hoofdrolspelers zich gisteravond van hun meest frivole kant. De directeur en de technisch manager trapten tegen een balletje. En trainer Fred Rutte liet weten niet wakker te liggen van de sores bij PSV. Nee, kijk, ik lig in bed en dan slaap ik meestal hoor. Ja, niet altijd, maar meestal slaap ik wel. Dus dat soort zorgen heb ik namelijk niet, daar leef ik niet namelijk totaal niet in. Is ook een thema in de spelersgroep, die onrust die er is, dat chagrijn bij sommige mensen? Nee, we weten dat het niet goed is, maar iedereen heeft de mentaliteit en de motivatie om het goed te zetten. En dat gaan we zeker elke wedstrijd gaan we daar hard aan werken. PSV is hier in de Keine Sorge Arena in Riet om een goede uitgangspositie te verschaffen voor het bereiken van de groepsfase in de Europa League. Er staat veel druk op de ploeg van Fred Rutte. En je zou kunnen zeggen dat een goed resultaat wat van die druk weg kan nemen. Natuurlijk is het een beetje druk op dat je moet plaatsen bij de Europa League. Maar ik denk dat als wij gewoon anders kunnen spelen dat dat wij zowel over de twee wedstrijden gezien dat het gewoon moeten winnen. En dan neem je automatisch ook de druk een beetje af dat je in ieder geval de groepsronde had van de Europa League. Voor PSV is doorgaan in de Europa League bittere noodzaak. Tegenstander SV Riet mag dan ook geen probleem zijn. En de Oostenrijkers die koesteren die underdogrol. Nee, maar dat is ook wel terecht. Ik bedoel, wij zijn PSV. En als je weet dat in een... Hoe heet dat? Goede Zorgen? Of Keine Zorgen. Keine Zorgen Arena. Dat ze hier thuis hebben ze altijd. Er zijn maar heel weinig wedstrijden geweest die ze verloren hebben. Ondanks dat, ja, moet ik toch zeggen dat wij als PSV deze tegenstander zo moeten aangaan. Dat we hier zeg maar, in ieder geval moeten scoren. En ervoor moeten zorgen dat we de nul houden. Want dat is denk ik in de Europese wedstrijden heel erg belangrijk.